Kom hè, zet twee voor in. Kom op. Kom op, Jos. Kom op, Frank. Kom op, Arno. Goed zo, Arno. Kom, kom op. Kom op. Oh, zij wijst naar mijn blauw. Ik vind het beste. Ja, Sander, kom jongen! Kom op, jong! Draan! Dat is een klein fietsje. Kom maar, Erik. Ja, dat is een goed ding. Wat gaat het? Met je schuim voor derde, hè? Kom op. Oké, Jeroen. Kom op, Frank. Kom op, Arno. Ja, ja. Het einde wordt afgerekend, hè. Het gaat de vader zijn van dan ga ik mega hard van nou. Ja. Dat kan echt heel veel voor uit te halen, omdat we dat geen worden. Niemand te zien, niemand te zien, kom maar. Ja, dat klopt. Ja, ja. Nee, die heeft niet. Ik doe alles van mij helemaal verkeerd. Omdat ik ziek ben. Maar, dus ik ben toen begonnen met meteen met interval trainen. Die waren in de wintercompetitie toen bezig. Ik ben in november gestart, dus ik heb er heel veel trainingen gedaan. Dat was net te laat. Ik heb wel op, hè? Nee, ja. Nee, ja. Ik heb, ja. Oké, Arno. Goed bezig, Arno. Dat is Stefan Kwap, hè? Nou, ga maar niet voorbij. Frank. Nou, ze hebben geluk dat Chris zich niet in de steen. Want ze hebben al geld gekregen. En ik ook, want ik heb daar... Tamara, vind je als ik de naam kwijt? Priest, ja, ja, dat is een hele lastige. Ja, dat bedoel ik. Kom op, Sander. Mijn moeder had vast een hekel aan hem, daarvoor heeft ze hem zo genoemd. Kom dan. Oké, Edwin. Kom maar, jong, kom maar. Go, go, go! Kom op, Arno. Kom op, Frank. Kom op, Mitch. Goed, papa!
Blijf er bij, kom op, Arno. Alvast. Kom maar. Laatste ronde. Ook dit was de kop van de andere. Hier, dek je erop. We zijn hier wat anders aan het doen dan zoveel. Oké, jong. Geweldig. We stellen het op prijs. Dus een stukje van. Nee. Nee. Heel mooi. Geweldig, Arno. Ja. Amateurs die rijden gewoon door. Stefan, tweede. En zo meteen achter onze koploper Edwin Arst, Finis, de rest ook. Hier is hij binnen dus, Finis. Heel mooi. Het was een leuk kat-en-muisspelletje. De mannen kunnen het hebben, hè? Ja. Ja, precies. Waarin de mannen hebben dus geconsolideerd. Ja, dankjewel. Mannen, hier mag een applausje bij, zeker weten. Dank naar Jos Vroon. En we zijn vandaag dus alweer aan het afsluiten van de 12e wedstrijd. Bedankt dat u er was. Bedankt dat u dus hier was. En ik zou wel zeggen, wel thuis.